Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er met een IKEA shoplog. Ik ben naar de IKEA geweest en heb ik weer een aantal dingen gekocht. Dus ik dacht, ik ga jullie gewoon even laten zien wat ik heb gekocht in deze video. Ik vond het zelf weer even de moeite waard. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik bij de IKEA heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zul je weer in beeld zien verschijnen zoals je van mij gewend bent. En dan ga ik ook gewoon gelijk beginnen met het eerste item. Dit kan ik je alleen helaas niet laten zien, want het is veel te groot. Ik zet even een plaatje boven in beeld neer. Dit is namelijk een bistro setje. Ik wilde heel graag een setje hebben voor op het balkon met een tafeltje en twee stoeltjes. Ik heb jarenlang zo'n tafeltje gebruikt die aan het balkon kon hangen. En op zich werkt het prima, maar het is niet heel stabiel. Je drinken blijft er niet heel makkelijk op staan. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon een echt setje. Dus ik ben gaan meten en uiteindelijk kwam ik erop uit dat het gewoon zou passen bij mij op het balkon. Dus ik heb deze bistro set gekocht. Hij was op het moment dat ik kocht ook nog eens afgeprijsd. Dus ik heb een compleet setje. Dus die heb ik allereerst gekocht. Dan heb ik een plankje meegenomen en ik heb hier al vaker deze plankjes gekocht en ik had hier weer een doel voor. Ik had een plankje nodig. Het was nog even een hele zoektocht, want ze liggen tegenwoordig bij de IKEA waar ik kom in het magazijn, zeg maar helemaal beneden. Maar ik heb gewoon dit basic witte plankje. Het is het goedkoopste plankje wat ze hebben bij de IKEA, maar ze zijn dikke prima. Weet je, voor het doel waar ik hem voor wil gaan gebruiken is die gewoon helemaal goed. Dus die heb ik ook meegenomen. Dan heb ik een heel groot item en ik kan alleen de doos laten zien en de kleur. Kijk, het is roze. Dit is een tafeltje. Ik zal even een plaatje in beeld neerzetten. Dit is namelijk een bijzettafeltje. Sommigen gebruiken hem ook als salontafel. Ik wilde heel graag een bijzettafeltje voor naast mijn bank. Dat vond ik wel heel erg leuk. En toen zag ik deze en toen zag ik het eigenlijk gewoon helemaal voor me. Dus ik dacht, ik ga deze meenemen. Je had hem in 3 kleuren. Wit, zwart en roze. En uiteraard, ik hou van roze. Dus ik heb de roze meegenomen. Ik zag dit al helemaal voor me met wat accessoires. Die heb ik ook gekocht, dus die zal je zo ook zien. Maar hier ben ik wel heel erg blij mee. En ik heb ook echt heel veel zin om dat in mijn huis te gaan neerzetten. Omdat ik het al helemaal gewoon voor me zie. Dan ben ik ook altijd benieuwd van, staat het dan ook echt zo zoals ik het voor me zag? Maar daar ben ik dus heel erg blij mee. Maar een beetje zwaar om de hele tijd omhoog te houden. Dus vandaar dat ik nog even een extra plaatje in beeld heb neergezet. Voorbij de bistro set heb ik 2 kussentjes gekocht. Deze kun je eigenlijk gewoon alleen op de hand wassen, zie ik nu. Maar ja, deze zijn speciaal voor buiten. Deze zijn weerbestendig. En ik dacht, ja, weet je, je kunt wel leuk op zo'n stoeltje gaan zitten. Maar dan moet je ook wel lekker zacht zitten. Dus ik heb 2 kussentjes meegenomen. Je had ze in verschillende kleuren. Maar ik vond grijs toch mooi. Ik heb ook een witte gezien en een blauwe. Maar ik vond deze kleur dan toch het leukste. Dus die zijn speciaal voor buiten. En ze lagen ook bij de stoeltjes. Daar heb ik er dan 2 van meegenomen. Dan heb ik deze hanger meegenomen en hier kun je rokken aanhangen. Ik heb een aantal rokken die zijn wat langer. Die wil ik eigenlijk niet vouwen, want die zijn echt wel wat netter. Dat zijn ook een beetje die net boven de knie vallen, zeg maar. Dus ik dacht, ik vind het wel handig als ik die op kan hangen. Dus ik heb zo'n set meegenomen. Er zitten gewoon knijpjes aan. Hier kun je dus 4 rokken aan. En die kun je dan dus gewoon zo fijn ophangen en in je kast hangen. Ik vond het wel heel handig. Dus ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet als ik er eenmaal rokken aan heb hangen. Maar ik dacht, nou, die wilde ik eigenlijk de vorige keer al hebben. Toen ben ik hem vergeten. Dus ik dacht, nu ga ik hem kopen. Dus ja, fijn dat ik hem ook even mooi mijn rokken kan ordenen. Vind ik altijd wel heel prettig. Dan een cadeautje voor lente. Die heb ik gekocht voor mijn oma. Want daar moesten we ook nog een cadeautje voor hebben. En daar heb ik dit baksetje voor gekocht. Dit is een setje met een bakplaatje, een deegrollertje en ja, vormpjes. Ja, ik denk dat je er ook zelfs mee met zand of zo kan doen, want je kunt het ook gewoon schoonmaken. Oh, je moet het ook afwassen voor je het gaat gebruiken, staat hier. Ja, het is gewoon eigenlijk een heel leuk setje waar een kind zich prima mee kan vermaken. Dan kun je eigenlijk een soort van koekjes bakken. Je kunt het natuurlijk denk ik niet echt gebruiken hoor, om koekjes mee te bakken. Maar er zit ook een vormpje bij voor een tulbandje. Nou, koekjesvormpjes, cakevormpje. Nou, hartstikke leuk setje. Daar kan zo'n meisje zich wel weer mee vermaken.
Dan heb ik ook twee keer deze meegenomen voor het plankje. Dat is wel handig, want ja, je kunt een plankje kopen en die moet je dan ook ophangen. Dus ik heb gewoon deze gedaan, die zijn heel basic, die heb ik al, die zijn prima. Daar heb ik er dus twee van, die andere zit ergens helemaal onderin, maar daar heb ik er dus twee van gekocht. Dan heb ik een zakje meegenomen en dit is een handig zakje. Die je ook eventueel mee kan nemen met natte kleding. Ik dacht als je een keer gaat zwemmen of zo, dan is het wel fijn als je je kleding niet in een tas hoeft mee te nemen. Dit zijn eigenlijk van die tasjes die je speciaal kan gebruiken voor zwemkleding. Die kun je gewoon dicht trekken met van die touwtjes en dan kun je ze op je rug doen. Ik denk dat de meesten ze wel kennen. Ik was ze eigenlijk nooit tegengekomen. Ikea heeft ze, dus ik dacht, nou, ik neem er eentje mee. Niet dat ik heel vaak zwem, maar ja, mocht het een keer voorkomen, dan heb ik in ieder geval iets om mijn natte zwemkleding in te vervoeren. Dan heb ik deze zak meegenomen. Dit is eigenlijk een afvalzak. Maar ik wilde deze gaan gebruiken voor mijn lege flessen. Dan kan ik mijn lege flessen netjes opbergen, want die liggen nu overal te vallen. En als ik dan een fles leeg heb, doe ik hem in zo'n zak. Je kunt hem er gewoon uithalen en dan heb je gewoon een hele zak waar je dus lege flessen in kan doen. Of net wat anders, misschien ook oud papier, maar daar vond ik hem vrij klein voor. Maar ik vond deze wel heel erg handig voor mijn lege flessen, dus ik dacht, nou, dat is top. Dan heb ik zo'n draad meegenomen voor op het bord wat ik heb. Hier kun je dus ook papier aan bevestigen, dus eventueel een rol inpakpapier. Die kun je dan zo omheen klemmen en dan blijft hij zitten of... ja, een andere rolpapier. Ik was hier al een tijdje naar op zoek, maar elke keer hadden ze ze niet. En nu hadden ze ze. Dus toen heb ik hem meegenomen. Je krijgt drie koordjes. Dus op zich best wel veel. Dus je kunt er verschillende dingen mee doen. Maar die is dus voor het rek. Dan heb ik deze gekocht voor lente. En dit is een setje met spateltjes. Je krijgt zo'n knijptang waar je normaal je vlees mee om kan draaien. Een spatel voor een eitje. Dit is volgens mij voor als je spaghetti normaal maakt, dat je pasta maakt. Nou, een jus-lepeltje, soeplepeltje en zo'n dingetje. Hartstikke leuk speelsetje. Dus ik dacht, nou, die stond ook op de lijst. Ik dacht, nou, ik kom bij de IKEA en dan kan ik die mooi meenemen voor lente. Dus superleuk dingetje waar ze vast ook weer heel veel plezier mee gaat hebben met spelen. Dan heb ik dit gekocht. Normaal gesproken gebruiken mensen dit voor je borden. Maar ik wil hier mijn make-up paletten inzetten. Ik kan het eventjes laten zien wat dus de bedoeling is. Ik heb dus een aantal paletten die te groot zijn voor in een la. En dan kan ik ze hier zo inzetten. Ik zal eventjes een paar paletten pakken en even laten zien wat ik daar dus mee bedoel. Nou, ik heb er even een paar paletten bij gepakt. En ik wil dan gewoon zeg maar die paletten hier zo inzetten. Kunnen er best wel een aantal in. En dan kun je ze gewoon zo neerzetten. Dat leek me wel ideaal. Dat vond ik wel heel mooi staan dat je ze wat beter kunt opbergen. Je kunt ze dus ook voor je borden gebruiken. Maar ik had hier dus een hele andere doelstelling voor. Voor mijn oogschaduwpaletten. Leek me wel een hele goede oplossing. Voor op het tafeltje wat ik je net liet zien heb ik dit lantaarntje gekocht. Het is een lantaarntje voor zowel binnen als buiten. Hier kun je een vaccinelichtje in doen. Je zou hem ook kunnen ophangen. Maar ik vond het leuk om deze op dat tafeltje te zetten. En als het dan winter is, gezellig een kaarsje erin aan. Ik weet nog niet of ik er een echt kaarsje in wil doen. Of dat ik er zo'n kaarsje in wil doen op ledverlichting. Dat moet ik nog even kijken. Ik vond dit wel heel erg leuk. Het was ook de laatste kans, want ze gaan eruit. Maar ik vond deze wel heel leuk. En ik weet... hij gaat gewoon zo open. En dan kun je hier zeg maar... een kaarsje in doen. Je had hem ook in een ander kleurtje, volgens mij wit. Maar ja, ik vond natuurlijk roze weer het leukste. Werkt met een magneetje trouwens dit. Dus super leuk voor op het roze tafeltje. Dan heb ik een schort meegenomen. Hier is trouwens het andere houdertje. Ik heb een schort gekocht. Ik had eigenlijk helemaal geen schort. En ik merk ook wel eens met koken. Je wil nog wel eens spetteren en knoeien. Ik dacht, een schort is best wel handig. Ik heb gewoon een hele basic schort. Het is het goedkoopste schort wat je hebt, maar je kunt hem gewoon wassen. Ik dacht, dan kan ik met koken eens een keer een schort dragen. Dat is helemaal geen overbodige luxe. Ik vond hem er prima uitzien, dus ik dacht, nou prima, een schort voor tijdens het koken.
Dan hebben we het volgende item wat ik heb gekocht voor op het tafeltje. En dat is dit paarsje. Hij is roze. Ik vond hem super leuk. Ja, roze. Ik hou ervan. Gewoon een heel erg leuk paarsje. En daarbij heb ik 4 bloemetjes gekocht. 4 van deze bloemetjes. Je kunt ze een beetje zo terug in model brengen. En die zien er dan zo uit. En dan zet je ze zo in het vaasje. Dus ik vond het wel heel gezellig. Misschien dat je er nog iets van zand onderin moet doen. Maar op zich niet, want het is natuurlijk gewoon allemaal hartstikke net. Maar ik vond dit wel gewoon zo heel gezellig staan op dat tafeltje. Ik dacht een beetje leuke decoratie in huis is nooit verkeerd. Dus dit hele setje komt dan gezellig op het roze tafeltje. En dan heb ik als laatste een wasmand gekocht. Ik heb wel een wasmand, maar ik miste eigenlijk een wasmand waarmee ik naar boven kon. Mijn kleding hangt altijd boven en ik dacht, ja, het gaat nog een keer mis als ik met die grote wasmand naar boven moet. Het handige is, deze kun je bij elkaar knijpen en dan kan ik veel makkelijker mijn was naar boven brengen. Ik heb deze meegenomen, je had hem ook weer in 2 kleuren, blauw en roze. En uiteraard ben ik voor een roze wasmand gegaan. Dus ik vond hem hartstikke leuk, dus deze heb ik als laatste nog gekocht bij de IKEA. En daar ben ik wel weer heel erg blij mee. Dan waren dit alle spulletjes die ik bij de IKEA heb gekocht. Ik ben benieuwd wat jij het leukste vond wat ik heb meegenomen. En of er zelf dingen zijn die jij graag bij IKEA koopt. Of dat je überhaupt graag bij IKEA komt. Kan ook zijn dat je het helemaal niks vindt. Ik ben in ieder geval wel weer heel erg blij dat ik weer even geweest ben. Sowieso dat ik geslaagd ben voor cadeautjes. En ook weer een aantal hele handige items voor mezelf heb gekocht. Ik kan ook bijna niet wachten om alles weer lekker in elkaar te gaan zetten en neer te gaan zetten. Want dan heb je zoveel ideeën in je hoofd en dan wil je dat gewoon heel graag in elkaar gaan zetten. Dus daar ga ik lekker binnenkort mee aan de slag. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Druk op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!